Hey allemaal, welkom bij mijn nieuwe video. En in deze video ga ik jullie het een en ander vertellen over de overgang, als je het zo kan noemen, die ik heb gemaakt naar een gezondere en fittere levensstijl. Nou, levensstijl, het klinkt wel als een heel groot woord, want ik moet gelijk erbij zeggen, ik ben pas 4 weken bezig. En daarnaast moet ik er ook bij vertellen dat ik absoluut geen deskundige ben. Ik heb niet op een of ander professioneel vlak verstand van voeding of sporten. Maar ik heb wel het een en ander uitgezocht en gekeken wat voor mij werkt. En van veel van jullie kreeg ik een vraag van hoe heb je dat nou gedaan? Zou je misschien in een video wat tips kunnen geven en kunnen vertellen wat jou nou heeft geholpen om uiteindelijk te besluiten om dat te doen? Dus in deze video wil ik dat doen. En ook wil ik gelijk even zeggen, onder mijn vorige video, mijn opmaakvideo, vertelde ik wat over hoe ik met het sporten bezig was en zo. En toen kreeg ik wat reacties van mij die zeiden van ja, je praat er echt veel te veel over, het is heel irritant. Of ze zeiden, niet iedereen vindt het leuk. Nee, dat begrijp ik. En ik verwacht ook niet dat iedereen het leuk vindt of dat iedereen er in zijn leven mee bezig is. Ik was dat voorheen ook totaal niet. Maar ik ben er op het moment wel mee bezig. En het is mijn kanaal. En in het dagelijks leven ben ik er ook veel mee bezig. Dus er zal af en toe wat van voorbij gaan komen. Misschien ook best vaak. Maar dat betekent absoluut niet dat er geen beauty en fashion meer komt. Want dat vind ik nog steeds ook allebei super leuk. Maar gewoon komt dit er een beetje bij. Dus als je het niet leuk vindt, klik vooral dit soort video's niet aan. In andere video's zal ik proberen om er niet te uitgebreid over te praten. Oké, ik denk dat het handig is om eerst even bij het begin te beginnen. Dus eerst te vertellen waarom ik de knop heb omgezet. Nou, ik baalde een beetje van hoe ik met mijn gezondheid omging. Ik was al een half jaar helemaal niet meer aan het sporten. En daarvoor eigenlijk al zo'n 2-3 jaar. Ja, misschien soms 1 keer in de week, 1 keer in de 2 weken. Er zat geen consequentie in. En ik ben ook eigenlijk een persoon die liever lui is dan moe. Dus als ik de fiets kon pakken, maar ik kon ook de bus pakken, pakte ik al heel erg snel de bus. En ja, er kwam gewoon niet heel erg veel van goede beweging. En dat merkte ik heel erg in mijn conditie. En ik zag het ook gewoon aan mijn lichaam. Want ik ben eigenlijk altijd best wel slank geweest. Ik was 4 weken geleden ook gewoon nog hartstikke slank. Maar toch, je ziet wel dat dingen minder strak zijn. En doordat ik wist hoe ik met mijn lichaam omging, wat dus niet zo goed was, vond ik het heel erg onnodig dat dat dus aan het gebeuren was. En had ik zoiets van, oké, stop. Dit moet je niet zo door laten gaan. Want als er ieder jaar langzaam een kilootje bijsluipt, ja, op een gegeven moment heb je dan wel een probleem. En daarnaast merkte ik ook met eten dat ik gewoon echt weinig een rem had. Ik hou heel erg van gezond eten, altijd om van gehouden. Dus ik kreeg in principe altijd wel mijn groenten en mijn eiwitten en alle, ja, voedingsstoffen wel binnen, maar gewoon te veel. En te veel voorgeproduceerde dingen met veel suikers of met vetten. En ja, dat ging gewoon een beetje te ver. En in de zomervakantie ging me dat vooral heel erg opvallen. Dan had ik gewoon echt zin in een ijsje. Maar ook al zat ik eigenlijk heel erg vol, dan nam ik het toch. En het gebeurde ook steeds vaker dat ik heel erg onbewust dingen aan het eten was. En dat ik er dus eigenlijk niet echt van genoot. En daar baalde ik gewoon van. Zo wilde ik niet omgaan met eten en met mijn lichaam. Want daarvoor vind ik eten veel te lekker. En vind ik gezondheid te belangrijk. Dus dat waren eigenlijk een beetje de dingen waarom ik heb besloten om wat bewuster te gaan leven. Ik ben echt niet iemand die dingen finaal uit zijn schema heeft gegooid. Dat is niet zo. Maar ik ben wel gewoon meer bewust gaan kijken naar mijn voedingspatroon. En ik ben begonnen met vrij intensief sporten. Maar goed, wat heeft mij nou dus geholpen om die eerste weken vrij gemakkelijk te laten gaan? Wat heeft mij geholpen om het tot nu toe 4 weken relatief makkelijk voor elkaar te krijgen? Dat ga ik met jullie delen, want ik denk dat je daar het meeste aan hebt. Nou, allereerst heb ik met mezelf een aantal vaste tijden om te sporten afgesproken. En mijn vaste tijd is sowieso op dinsdagavond Zumba. Die moet ik gewoon van mezelf doen. Die staat op mijn schema. Dat doe ik netjes iedere keer. En ik raad je dan ook zeker aan, als je het moeilijk vindt om discipline te vinden om naar de sportschool te gaan, om of iemand te vinden met wie je samen gaat, zodat je je verantwoordelijk voelt om te gaan. Want ja, die ander die gaat ook. Of dat je inderdaad ook iets van sportlesjes erbij doet, die op vaste tijden worden gegeven. Waardoor je dus echt gemotiveerd wordt om op dat moment naar de sportschool te gaan. Want ja,
het wordt uiteindelijk makkelijk als het een gewoonte is. En het duurt even voordat een gewoonte in je systeem zit. Dus de eerste week is het misschien lastig. Gek genoeg zat ik zo in een flow dat ik het iedere keer leuk vond. Dat ik soms te vaak wilde gaan. Maar dat is in ieder geval een dag waarvan ik nu al weet. Dat wil ik echt de komende jaren gewoon volhouden. Die dinsdagavond is Zumba. En ik wil minimaal 1 andere keer naar de sportschool. Voor mij is het moeilijk om een vast moment te vinden. Omdat ik, ik zit met afspraken voor mijn werk. Maar ik kies dan de woensdag of de maandag altijd uit. Dus dan heb ik in ieder geval 2 sportmomenten. Ik vind het zo leuk dat ik de afgelopen 4 weken op dinsdag en vrijdag Zumba heb gedaan. En daarnaast 2 keer krachttraining. Dus 4 keer per week naar de sportschool. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. En ik weet ook zeker dat dit niet iets is wat haalbaar is voor de lange termijn. Op een gegeven moment, als ik bijvoorbeeld een nieuwe baan in ga vallen, dan zal het niet haalbaar zijn. En dan ga ik ook niet voor mezelf verlangen dat ik 4 keer moet gaan. Maar probeer te kijken wat haalbaar voor je is en leg die momenten wel vast. En voor mij zijn dat dus 2 momenten in de week. Op de dinsdag en op de maandag of woensdag. En probeer ook jezelf een soort van beloning te geven als je bijvoorbeeld een bepaald aantal keer bent gegaan. Voor mij was dat sportkleding. Ik had echt maar 1 outfit. En als je zo vaak gaat, dan blijf je maar wassen. En toen ik het de eerste 2 weken super goed had volgehouden, toen heb ik dus een nieuw setje sportkleding gekocht. Een outfit maakt het ook gelijk leuker om weer naar de sportschool te gaan. Maar ja, dan kun je helemaal voor jezelf bedenken wat jij leuk zou vinden om er als beloning tegenover te stellen. Nou, wat betreft het eten kan ik je echt aanraden, verdiep je in gezonde, makkelijke en snelle receptjes. Ik ben niet echt iemand die heel graag in de keuken staat. Timing is niet mijn sterkste punt. Ik word er snel een beetje ongeduldig van. Ik vind het minder lekker smaken dan dat het in mijn hoofd is als ik het zelf heb gemaakt. Maar ik wilde natuurlijk wel wat meer informatie toen ik gezond, bewust gezond wilde leven. Dus toen vond ik echt een heleboel leuke sites en super fijne receptjes. Waarvan ik echt zoiets had van wow, dat lijkt me super lekker. En op die manier kom je achter wat nieuwe basisreceptjes die soms heel simpel zijn. En die het ook heel erg gemakkelijk maken om je aan een gezond eetritme te houden. Dus dat heeft mij heel erg geholpen. Ik vind bijvoorbeeld het YouTube kanaal van Optima Vita echt heel erg leuk. Ook voor oefeningen voor het sporten. Maar vooral kijk ik dat kanaal voor de eettips. Zij is ook een diëtiste. Dus zij heeft wel veel verstand van voeding. En daar heb ik heel veel aan gehad. En wat ook daarbij echt super belangrijk is. Zorg dat je de goede boodschappen in huis hebt. En dan bedoel ik dus ga naar de supermarkt. En haal dingen die jij nodig hebt om je ontbijt en lunch te bereiden. Zodat die gezond is en lekker voor jou. Ik ben er bijvoorbeeld achter gekomen dat ik echt super erg geniet van kwark met blauwe bessen. Dus dan zorg ik dat ik dat in huis heb. En ik heb ook altijd eigenlijk wel een komkommer en cherry tomaatjes. Want die kun je overal bij eten. Ook bij je broodjes, je crackers. Ik heb gewoon standaard producten in huis. Want als ik dan trek heb, kan ik daarnaar grijpen. Hetzelfde geldt voor tussendoortjes. Ik zorg altijd dat ik bananen, appels in huis heb. En dat ik iets van gezonde rijstwafels in huis heb. En dat doe ik omdat als ik dat niet in huis heb en ik heb trek, dan pak ik misschien een reep met superveel toegevoegde suikers. Of dan ga ik een hele reep chocolade naar binnen werken. En dan baal ik achteraf alleen maar. Dus maak het jezelf een beetje makkelijk. Haal de gezonde dingen in huis en de ongezonde zo min mogelijk. Klinkt logisch, maar het is het gewoon niet altijd. En het is ook gewoon in één keer heel erg leuk. Want ik liep de eerste weken rond in de winkel en ik dacht, dadels, super zoet. Maar wel gewoon gezonde suikers die er van zichzelf in zitten. En zo ging ik veel meer groenten en producten en zo veel meer waarderen ofzo. En dan vervolgens receptjes opzoeken die ik ermee kon maken en ja, vind ik het echt veel leuker. Ik ben nu af en toe misschien wel 5 minuutjes bezig om mijn lunch voor te bereiden. Omdat ik er wat tomaatjes op doe en wat bieslook en wat kruiden. Maar dan geniet ik ook meer voor mijn gevoel. En dan gaan we gelijk door naar de volgende tip. Eet langzamer en bewuster. Klinkt een beetje zweverig. Maar ik ben iemand die heel snel kan eten. Ik moet zeggen, met avondeten heb ik er nog wel eens last van. Dat ik zoveel trek heb dat ik echt aanval op mijn bord. Maar onderzoek heeft gewoon uitgewezen dat je na ongeveer 20 minuten eten vol zit.
Natuurlijk niet als je echt dan bijna niks hebt gegeten. Maar als je in een rustig tempo eet, zit je na 20 minuten vol. Als je super snel schrokt, zit je ook na 20 minuten vol. Maar dan zit je in één keer bomvol en heb je misschien eigenlijk meer gegeten dan nodig. Dus ik probeer wat beter te kauwen en echt wat bewuster ook te genieten van wat ik eet. En het feit dat ik vaak iets meer voorbereidingstijd heb voor mijn maaltijden helpt daar eigenlijk al bij. Want dan snij je al die producten en dan zie je het heel mooi op je bord worden. En dan heb je er extra veel zin in om het te eten en al die smaken bewust in je op te nemen. Dus dat is ook wel een goede tip. En wat ik namelijk voorheen ook wel eens had, voordat ik begon aan deze levensstijl zoals ik het noem, klinkt heel zwaar, is het niet. Maar dat ik bijvoorbeeld een stuk chocola voor me had gepakt. En dan dacht ik even later, waar is het? En dan had ik het dus gewoon al opgegeten en had ik er niet eens van genoten. En nu, ik gun mezelf iedere dag een stukje pure chocolade, 80%. Dat is mijn cheat. En daar kan ik zo van genieten. En het gekke is, ik heb niet eens behoefte aan meer. En ik doe er echt zuinig mee. Het is echt mijn momentje. Ja. En dat vloeit ook weer lekker over in het volgende. Want wees ook niet te streng. Want niemand gaat het trekken. Tenminste, ik moet eigenlijk voor mezelf spreken. Maar ik denk de meeste mensen gaan het niet trekken om bepaalde voeding helemaal uit zijn dieet te schrappen. Ik heb ook gewoon vorige week donderdag nog een frietje gegeten. Omdat ik met Marco in de stad was en we daar zin in hadden. Maar zoek een beetje de balans. Een cheat day is sowieso best wel goed schijnt voor je metabolisme, dus je stofwisseling en zo. Maar ik heb zelf wel zoiets, oké, als ik dan dat frietje die dag heb genomen, ga ik niet ook nog een ijsje nemen of zo. Ik ga niet over de top met die cheat days. Het gaat gewoon een beetje om die balans. Het risico als je namelijk te streng voor jezelf bent, is dat als je één keer de mist ingaat, dat je het gewoon, ja, dat je gewoon een handdoek in de ring gooit omdat je geen vertrouwen meer hebt in jezelf. Dat je echt super kwaad bent om jezelf. En dat is echt heel erg onnodig en heel erg zonde. Want sta jezelf gewoon toe om dat af en toe te doen. Maak die keuze dan bewust. Dan voelt het ook niet als falen. En ja, voor mij werkt dat het beste. Want als ik nu zou weten dat ik echt het komende jaar van mezelf nooit meer taart mag eten. Ja, dat zou echt nergens op slaan. En ook, wat ook een beetje te maken heeft met je mindset, is kies een juist moment om te starten. Ik heb wel eerder gestart en toen is het gewoon mislukt. Omdat ik of geen vertrouwen had in mezelf op dat moment. Of omdat ik gewoon niet in een geschikt moment zat om ermee te starten. Ik stond er misschien niet helemaal 100% achter. Dan heeft het sowieso al geen zin. En mijn tip is dan ook, als jij bijvoorbeeld op het moment niet lekker in je vel zit. Of heel veel andere dingen aan je hoofd hebt. Ja, besluit dan niet dat dat het perfecte moment is om je levensstijl om te gooien. Maar wacht daar gewoon even mee totdat je weer wat meer happy bent en je wat beter voelt. Tenzij natuurlijk je gezondheid wel gewoon vereist dat je er snel mee aan de slag gaat. Maar in principe, of je het dan een maand eerder of later doet, maakt ook niet zoveel uit. En het is gewoon best wel een klap in je zelfvertrouwen als het mislukt of als je het opgeeft. Want ik merkte aan mezelf, dat had ik al 2 of 3 keer gehad, dat je dan echt zoiets hebt van, ja, zie je wel, ja, dat kan ik echt niet hoor. Ik ben zo'n snoepkont en dat zal ik altijd blijven. En dan ga je daar een beetje in geloven. En dat is eigenlijk gewoon onzin. Dus voorkom dat liever en wacht dan gewoon heel eventjes. En ja, ik hoor jullie nu al denken, hallo, je bent nu ook pas 4 weken hiermee bezig. Klopt, ben ik me ook echt super bewust van. Maar ik voel gewoon voor heel erg voor het eerst nu dat dit echt goed voelt. En dat dit te doen is. En dat ik het heel erg leuk vind. Dus ik verwacht echt dat ik er goed een hele lange tijd mee door kan gaan. En hopelijk, het is gewoon de bedoeling dat het iets blijvends is. Maar dan misschien op een gegeven moment wat minder intensief wat het sportgedeelte betreft. Ook een goede tip, maak before foto's. Als je foto's maakt, of je ze nou voor jezelf houdt of deelt, dat maakt helemaal niet uit. Maar dan zie je gewoon na een paar weken, als het goed is, al wel gewoon wat verschil in je lichaam. En omdat jij zelf je eigen lijf gewoon iedere dag ziet, valt het je niet zo op. Maar als je er een paar weken tussen hebt zitten en je vergelijkt het met zo'n foto, dan denk je opeens, ik ben best wel goed bezig. En dat werkt ook weer motiverend om die vooruitgang te zien. Ook een hele goede tip. Ik heb de eerste weken de voedingswijzer ingevuld. Die link zet ik even hieronder.
En absoluut niet om calorieën te tellen. Dat was helemaal niet mijn doel. Maar ik wilde een beetje weten of mijn voeding in balans was. Vooral omdat je net begint met wat andere dingen eten. Je wilt wel weten of je een beetje het goede binnenkrijgt. Dus krijg ik genoeg vezels binnen, de goede vetten, koolhydraten, eiwitten. Al die dingen die worden dan weergegeven. Dus het kost wel even wat werk. Het is dus zoiets wat ik nu al niet meer doe, want ik heb er best een goed beeld van. Maar ik kwam er dus achter dat ik vaak wat vezels miste en vaak wat vetten te veel at. En dan wel de gezonde vetten, dus niet de verzadigde. Maar bijvoorbeeld, ik noem maar wat, in avocado zit vet en ik gebruik een 100% pure pindakaas. Dus daar zit alleen maar goed vet in van de pinda's, maar het is wel vet. Dus daar kwam ik al snel wat overheen en zo word je gewoon een beetje bewust van hoe je dat mooi in balans kan houden. En vooral omdat ik vaak overlast heb van opgeblazen buiken en zo. En wat heftig kan reageren op bepaalde voeding, vond ik dat ook wel goed om te doen. En ik moet zeggen dat ik de afgelopen weken daar ook veel minder last van heb. Ik krijg er vooral last van als ik te lang niks heb gegeten. En dat is ook weer een tip. En ik denk dat ik dat even de laatste tip voor nu ga maken. Eet op tijd. Gezonder eten betekent niet weinig eten. Het betekent niet honger lijden. Het betekent anders eten. En hoe langer ik uitstel om te eten, hoe eerder ik geneigd ben om een zak chips open te rukken en het allemaal op te schrokken. Of mijn avondmaaltijd veel te snel te eten, waardoor ik niet voldaan ben. Maar kies dan gewoon voor die gezonde tussendoortjes die je in huis hebt gehaald. En luister naar je lichaam. Je lichaam geeft het aan als je trek hebt. En eet dan ook gewoon. Ik hoop dat deze video niet te chaotisch is. Voor mijn gevoel was ik zo enthousiast en geïnspireerd dat ik echt van de hak op de tak ging. En misschien dat het niet helemaal duidelijk is voor jullie hoeveel tips ik heb benoemd. Maar ik heb volgens mij wel een heleboel gezegd. En ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Laat me vooral weten hoe jij er tegenover staat. Deel jouw tips. Wat werkt voor jou? Of vertel je persoonlijke ervaring met eventueel een verandering van levensstijl. Want dat is heel erg inspirerend en leuk om te lezen. Nou, super bedankt voor het kijken weer. En dan zie ik jullie graag in een volgende video. Doei doei!